En van harte, goeiedag. Welkom bij deze live uitzending vanuit onze studio hier aan de Beter Wonenstraat. De advocaten van meneer Bouters in dit geval, er is een advocatenteam. Het team heeft een verzoek, tenminste gestuurd naar een paar autoriteiten in ons land, naar het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Politie en naar het Hof van Justitie. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het verzoek gaat erom dat het uitvoeren van het vonnis dus dan opgeschort wordt. En ja, binnen 24 uur hebben wij dus dan een reactie gehoord van het OM. Er is afgewezen. Ik weet niet wat de stand van zaken nu is. Daarover praten wij met meneer Merwin Dubois. Maar meer nog, we willen weten wat het verzoekschrift inhoudt. Wat is het? En wat is er allemaal gevraagd aan het OM, het Hof van Justitie en het Ministerie van Justitie en Politie. Meneer Merwin Dubois, of meester Merwin Dubois, dank u wel voor het willen zijn in onze uitzending vandaag. Hoe gaat het trouwens met u? Het gaat, Gerald. En nog bedankt voor de gelegenheid natuurlijk. Ja. Dat we dus de gemeenschap kunnen informeren over de stappen die wij hebben ondernomen om een juridisch vraagstuk eigenlijk aan te kaarten. Dus het verzoekschrift, zoals wij dat hebben geformuleerd, hebben we daaraan gekoppeld artikel 22 van de grondwet. Ja. En artikel 22 van de grondwet zegt dat er ieder gerechtigd is om een verzoek te doen aan het bevoegd gezag. En in deze hebben we dus drie instanties geïdentificeerd als het bevoegd gezag. Ten eerste de procureur-generaal, omdat die belast is met de uitvoering van het vonnis. Het Hof van Justitie en de minister van Justitie en Politie, omdat die richtlijnen kan geven aan de procureur-generaal ten aanzien van de uitvoering van vonnissen. Dat noemen wij de opening naar een administratief bestuurrechtelijk proces. Mm-hmm. En waarom hebben we die weg gekozen? Omdat dus tegen het vonnis er geen middelen meer open stonden om de vragen die wij hebben, de juridische vragen die voortvloeien uit het vonnis, beantwoord te krijgen. Dus de enige weg die wij konden bewandelen was dus de administratief bestuurlijke weg. En die opening hebben we gevonden in artikel 22. En die opening hebben we gebruikt om aan de procureur-generaal voor te leggen dat naar onze mening enkele zaken niet zuiver zijn gelopen, juridisch zuiver zijn gelopen. En niet wij hebben het ontdekt. Mm-hmm. De auditeur militair die heeft het reeds tijdens het proces aangekaart.
En nadat het proces heropend is geworden, heeft meester Kanhai dat zeer nadrukkelijk in zijn pleitnotas opgenomen en toegelicht. Dus het is niet iets dat wij hebben ontdekt. Wij zijn de mening toegedaan dat die fouten die tijdens het proces naar voren zijn gebracht en die fouten die niet zijn meegenomen om te oordelen als wat de gevolgen van die fouten zijn, hebben wij gezegd, dan moet je dat nu doen. Ja. Dus daarom zijn we dus in de pen gekropen om een verzoek te richten aan de procureur-generaal, om dan op basis van de toen geconstateerde fouten door de oude militair, auditeur-militair, dat de PG daarover een standpunt inneemt. Wilt u een beetje ingaan op die fouten? Ja, de veelbesproken amnestie. Ja. Dat is één. Die is in 2012 door de krijgsraad ingeroepen. Dat wil zeggen, de krijgsraad heeft dus de amnestiewet opgebracht als ze zijn de grondslag voor de schorsing van het proces. En het proces is dus geschorst met een uitspraak van de krijgsraad, namelijk dus dat het proces op dat moment opgeschort wordt en dat het constitutionele hof dus benaderd zou moeten worden voor de toetsing. Tegen die uitspraak is een van de verdachten zijn hoger beroep gegaan. Het hof heeft toen geoordeeld, die schorsing is gehandhaafd. Tegen dat vonnis is men niet, of althans, laat me dit zo zeggen, tegen die uitspraak van het hof waren dus ook geen beroepsmogelijkheden meer open, net als tegen dit vonnis. Mm-hmm. Maar wat zien we dan wel gebeuren na vier à vijf jaar, is dat op basis van een artikel 4 procedure het hof gevraagd wordt om de procureur-generaal te bevelen verder te vervolgen. En die procedure is... Bevelen, hè? Ja, te bevelen. Maar dat kan, omdat de wet de mogelijkheid biedt. Okay. Maar die procedure is geen openbare zittingsprocedure, het is een raadkamerprocedure. En de auditeur-militair, die heeft dus de rechtsvraag gesteld van, jongens, we hebben een vonnis die de opschorting gelast. Er zijn geen beroepsmogelijkheden meer open tegen dat vonnis, dus het wordt beschouwd als een eindbesluit. Is het wel juridisch correct om in een raadkamerprocedure de werking van dat vonnis opzij te zetten? Simpel uitgelegd hoor. En dat is gebeurd. Toch gebeurd. Dat is toch gebeurd. Dus die raadkamerprocedure, die heeft een vonnis dat bekrachtigd is, in kracht van gewijze is gegaan, en waartegen geen beroepsmogelijkheden meer open stonden, terzijde geschoven. En het proces is dus heropend. In 2016 dus. In 2016. En daartegenover... Ja, maar men heeft gebruik gemaakt van de wet algemene bepalingen, toch? Om, om de amnestiewet terzijde te zetten. Is dat zo? Nee, dus kijk, er zijn stappen. Okay. Er zijn stappen, want voor het begrip en het kunnen volgen wat gebeurd is, moeten we de chronologie volgen. Mm-hmm. 2012 wordt de amnestiewet door de krijgsraad zelf ingebracht. Omdat de procureur-generaal zegt van, hey, luister nou, die amnestiewet heeft een beletsel tot verdere vervolging. Ja. Dat zegt de auditeur-militair. En de krijgsraad zegt, oké, ik schors en we gaan kijken wat dat beletsel is. Wat de rechtsgevolgen van dat beletsel zijn. Tegen dat besluit was er geen beroepsmogelijkheid meer open. Nadat dus de nadere juridische procedures gevolgd zijn. Op een gegeven moment is er dus geen forum meer voor dat besluit. En dan krijg je dus dan dat stukje creativiteit, waarbij dus artikel 4 ingeroepen wordt. En artikel 4 geeft dus aan belanghebbenden die de mening zijn toegedaan dat de procureur-generaal ten onrechte niet vervolgt of niet verder vervolgt, biedt de wetgever aan belanghebbenden de ruimte om dan het hof te benaderen.
Dus men heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Maar het Hof zou zich dus de vraag moeten stellen, in hoeverre hebben we te maken met belanghebbenden, als dus die vervolging al reeds tot het eind was gekomen met een vonnis waartegen geen beroepsmogelijkheden meer open stond. Die vraag is niet beantwoord. Hmm. En de auditeur militair werpt dan de tweede vraag op, namelijk in hoeverre heeft die raadkamerprocedure op basis van artikel 4 de Rijk weten om een vonnis dat er reeds in kracht van geweest is gegaan terzijde te schuiven. Ja. Die tweede vraag is ook niet beantwoord. Dan komt die derde vraag. Namelijk, de auditeur militair constateert dus dat met het vonnis van de krijgsraad in eerste aanleg, waartegen geen beroepsmogelijkheden meer open zijn, de vervolging tot een eind is gekomen. En je heropent, dus je heropent een zaak tegen een reeds afgesloten zaak. Dus dan heb je dus de situatie van het nebis in indien beginsel. Mm. Namelijk, je kan geen tweede vervolging toepassen op basis van dezelfde feiten en omstandigheden. Dus die drie momenten zijn dus feitelijke momenten geweest waarop juridisch de vraag gesteld is, is het mogelijk? Men is doorgegaan met het proces. Men heeft het proces nu met een eindvonnis in 2023 afgesloten. Ja. Maar dat neemt niet weg dat die vragen beantwoord moeten worden. En men zegt dat de amnestiewet en de toetsing door het Constitutioneel Hof in 2021 ervoor gezorgd heeft dat die wet als het ware nimmer heeft bestaan. Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb collega Spong en Esset dat horen zeggen. Het zijn twee advocaten met een grote mate van deskundigheid en maatschappelijk gezag. Ja. Dat erken ik. Alleen ben ik het niet met ze eens. En waarom ben ik het niet met ze eens? Omdat de grondwet zegt dat als het Constitutioneel Hof tot het oordeel komt dat bepalingen van een wet dan wel de gehele wet tegen de grondwet is of tegen de internationale verdragen, dat de constatering leidt tot onverbindendheid. Mm-hmm. Onverbindendheid wil op geen enkel moment zeggen dat er sprake is van nietigheid. Want dat willen mijn collega's zeggen, of hebben ze dat gezegd, dat die wet nooit heeft bestaan, ja. Dus je kan niet meer erop beroepen. Er is een wezenlijk verschil tussen onverbindendheid en nietigheid. Onverbindendheid zegt, komt erop neer dat je die wet niet meer kan toepassen. Mensen kunnen geen beroep meer doen op die wet. Oh, ja. Dat wil onverbindendheid zeggen. Het is niet langer toepasbaar. Maar het bestond wel. Ja. En die toepasbaarheid is in rechten. Dus wanneer er een rechtszaak is, kan de rechter alleen constateren van die wet is niet langer toepasbaar. Dat is één. En waarom kunnen we nooit praten dat een wet nooit heeft bestaan? Het recht staat en valt met zekerheid. Dus als je op een gegeven moment een wetsproduct hebt die rechtsgevolgen teweeg heeft gebracht, wat gebeurd is met die amnestiewet, die wet heeft rechtsgevolgen teweeg gebracht, dan kan je niet op een moment zeggen van het heeft nooit bestaan. Want die rechtsgevolgen worden daarmee niet ongedaan gemaakt. En zeker niet met het besluit van het Constitutioneel Hof. Het besluit van het Constitutioneel Hof is in 2021. De rechtsgevolgen van die amnestiewet zijn ingetreden in 2012. Dus de verdachten die een beroep hebben gedaan op de rechtsgevolgen van die amnestiewet, die rechtsgevolgen gelden nog steeds voor die verdachten. Het zou heel anders zijn als je dus na die uitspraak van het Constitutioneel Hof iemand krijgt die zegt, ik wil een beroep doen op die amnestiewet. Mm-hmm. Dan zou de rechter die belast is met de behandeling van die zaak aan die verdachte moeten voorhouden van meneer, u kunt zich niet meer beroepen op die amnestiewet, ja. Omdat het onverbindend is verklaard, in 2021, waardoor dus ja. Het niet langer toepasbaar is. Ja, ja. Dus je kan geen rechtsgevolgen meer verbinden aan die amnestiewet. Dat is een heel ander chapiter wanneer die amnestiewet ingeroepen is, een rechtsgevolg daar is ingetreden, en het rechtsgevolg is tweeledig, namelijk één, het heeft gezorgd voor de schorsing van die zaak en
Het heeft rechtsgevolgen voor de positie van de verdachte. Dus dat is de achtergrond geweest waarbij we zeggen van vervolging, let erop, het zijn jouw eigen constateringen geweest in 2016, dat er nu een eindproduct is, neemt niet weg dat jouw constatering in 2016 correct is en de juridische fouten bloot heeft gelegd. Ja. Dus wij vragen aan jou, nu dat je die juridische fouten hebt blootgelegd en je hebt gevraagd naar toetsing van die fouten, die toetsing heeft niet plaatsgevonden, geef hem de ruimte om een ander forum te zoeken zodat de toetsing kan plaatsvinden. Maak hem pas op de plaats. Dat is alles wat we gevraagd hebben. En daarop is er geen antwoord gegeven? Daarop is er geen antwoord gegeven. Men heeft ter rechtvaardiging van het verder executeren van het vonnis verwezen naar artikelen die helemaal niet door ons zijn aangehaald en in deze naar onze mening ook geen rol van belang spelen. Ja. Jullie hebben dus dan het antwoord gehad van OM. Niet bevredigend, duidelijk. Ja. Niet bevredigend. En jullie zijn verder gegaan. Ja, dus wij volgen dus nu nog steeds de administratief bestuurlijke weg, namelijk je mag in beroep gaan tegen een besluit van een overheidsinstantie. En dat beroep doe je bij de naast hogere instantie. En volgens de wet, volgens de grondwet, volgens het recht op de inrichting van de Surinaamse rechterlijke macht, dan zou je dus het hof moeten identificeren als de naast hogere instantie ten aanzien van de PG. Dus dat hebben we gedaan, we zijn bij het hof in beroep. Heeft het kans tegen het besluit van de PG. Ja, maar heeft het kans van slagen als hetzelfde hof dit vonnis heeft uit? Nee, kijk, het is makkelijk. Het is natuurlijk een beetje, je zou makkelijk in een vorm van spraakverwarring komen. Mm-hmm. Hetzelfde hof. Het is het hof van justitie van Suriname, die in een andere hoedanigheid benaderd wordt. Oké. Okay. En die hoedanigheid waar het hof benaderd wordt, is dus op basis van die administratief-rechtelijke procedure, die voor ons de enige forum nu nog is om gedaan te krijgen dat die juridische vragen die door de auditeur-militair in 2016 gesteld zijn, dat die juridische vragen beantwoord worden. Okay. En als die juridische vragen beantwoord worden, dan ziet u dat de grondslag van het vonnis niet langer gehandhaafd kan worden. Het Hof van Justitie heeft nog niet gereageerd op het eerste verzoek van jullie. Nee, maar daartoe waren ze dus in principe, ja, we hebben dus drie instanties geïdentificeerd. We hebben alle drie instanties tegelijkertijd benaderd. Eén van ze heeft geantwoord. Dus voor ons is dus nu dat we het Hof nu als beroepsinstantie hebben benaderd. En in die hoedanigheid, namelijk het Hof als beroepsinstantie, verwachten we wel dat het Hof in die hoedanigheid dus wel aangeeft, is ons beroep gegrond, dan wel niet gegrond. Ja. En dat zal dus ietsje uitgebreider moeten geschieden dan wat de procureur-generaal aan besluit aan ons bekend heeft gemaakt. Jullie verwachten ook geen antwoord van de minister? We verwachten het wel, alleen wachten we niet langer erop. Niet relevant genoeg om erop te wachten, zegt u? Nee, omdat we dus nu een ingang hebben als beroepsinstantie. Dus wij gaan niet daarop wachten. Ja. Dus dat is heel iets anders dan zitten wachten op het antwoord van twee instanties die we in eerste instantie hebben benaderd, namelijk middels het verzoek. Ze hebben tot nu toe niet gereageerd, maar we zijn dus verder gegaan. Ja. Dus wij, onze focuspunt is nu op het Hof in de hoedanigheid van beroepsinstantie. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen waarde meer hechten aan de meningen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien op basis van het verzoek. Dat kan. Alleen hebben we het nog niet, maar dat hoeft ons niet te laten wachten. Omdat we dus nu wel op basis van een besluit beroep hebben aangetekend. Hoe lang kan het proces bij het Hof duren om dus dan antwoord te krijgen? Want nu is het dus belangrijk, toch? Klopt. De wet, de grondwet verwijst in principe naar bestuursrecht. Wij hebben in Suriname geen algemene wet bestuursrecht. In welke wet zulke procedures worden omschreven met termijnen of niet. Dat hebben we niet. Wat wij dus nu doen is, we plaveien nieuw juridisch weg. En gelet op de urgentie,
dan verwachten we wel van het Hof dat op basis van die urgentie en de maatschappelijke belangrijkheid en de jurisprudentie die hieruit moet voortvloeien, dat het Hof met enige vervarendheid wel op het beroepsschrift een oordeel velt. Ja, en dat oordeel is heel belangrijk. Bijvoorbeeld ook dat het OM dat gaat opvolgen, is dat zo? Dat kan. Dat is niet dat het kan. Als het Hof zegt, maar het Hof kan twee dingen doen. Het Hof kan zeggen, jongens, mooi geprobeerd, maar je beroep is ongegrond verklaard. Dat wil zeggen dat de PG geen enkel obstakel meer heeft en gewoon rustig doorgaat. Maar mocht het Hof tot het oordeel komen en zeggen van, jongens, jullie beroep is gegrond, ik zie wat muziek in jullie verhaal, en er moet een ruimte gecreëerd worden dat die juridische vragen beantwoord worden, en om die mogelijkheid te creëren, geef ik de procureur-generaal het bevel om op te schorten waarmee ze nu nog thans bezig is. Ja. Dat kan. We zijn ver. Maak met het uitvoeren van het vonnis. Ja, maar we vragen opschorting op een gegeven moment. Dus, wil dat zeggen dat de mensen die zich nu hebben aangemeld weer vrijgelaten moeten worden? Als het op een gegeven moment? Op een gegeven moment wel, ja. Als het vonnis wordt opgeschort, de werking van het vonnis wordt opgeschort. En de mensen worden in detentie gehouden op basis van die titel. Ja. Maar als die titel wordt opgeschort, moet je ze hun vrijheid teruggeven. Heeft dat kans van slagen? Anders hadden we het niet geprobeerd. Natuurlijk kan je ervan uitgaan dat je makkelijk nee kan krijgen. Maar niet geschoten is altijd mis. Ja. En recht is dynamisch. Recht is dynamisch in die zin. Als je dus zodanig die beargumentering hebt kunnen neerpennen, waarbij die overtuiging kan worden overgebracht, dan kan je zeggen van oké. Okay. En dat is dwars door de rechtsontwikkeling iedere keer gebleken. Je hebt het gezien in de jaren 1916, toen het uitgangspunt was dat alles wat met recht te maken heeft moet voortvloeien uit de wet, geschreven. En in 1916 komt de Hoge Raad terug op dat uitgangspunt en zegt dat de wet te beperkt is en dat we moeten kijken naar het recht. Wat is redelijk en billijk? Waaruit vloeit het voort? Welke bronnen kunnen we daarvoor aanboren? En dan krijg je dan een arrest, Lindeboom Cohen, die zegt dat het redelijk en billijk is om het oordeel te vellen op basis van het recht in plaats van de wet. Ja, en dan nog met al deze zaken, duidelijke uitleg, nu ook vandaag. Mm-hmm. Heb je dat men ook zegt van het is een soort van vertragingstactiek? Nee, wij zien het niet als een vertragingstactiek. Wij hebben geconstateerd dat deze juridische vragen, deze belangrijke juridische vragen, op een of andere manier niet tijdens het proces zijn beantwoord. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ze alsnog beantwoord moeten worden, want ze zijn gesteld. Ze zijn tijdens het proces gesteld en het antwoord op die vragen had invloed op de uitkomst. Geen enkel rechtgeaarde jurist, dan wel advocaat, kan dat ontkennen. Als jullie gelijk krijgen in wat jullie doen, wat gebeurt er met het vonnis op zich? Daarom hebben we bestuurlijke weg gekozen. Want dan praten we dan in onze vakjargon over een apert onjuist vonnis. En aan een apert onjuist vonnis kunnen er geen rechtsvervolgen worden verbonden. Maar het vonnis staat nog recht overeind? Niet als de bestuurlijke rechter tot het oordeel komt dat door het niet beantwoorden van die rechtsvragen die de bestuurlijke rechter op dat moment wel gaat beantwoorden, mm-hmm, dat het oordeel over de juistheid van het vonnis kan uitmonden in de constatering dat werkelijk er zulke grove juridische fouten zijn gemaakt dat dit vonnis niet recht overeind kan blijven. Ja. En als dat oordeel geveld wordt, dan is dat, heeft dat als rechtsgevolg dat een dergelijk vonnis niet langer, althans de rechtsgevolgen niet langer verbonden kunnen worden aan een dergelijk vonnis. Het is heel ingrijpend. Klopt. Maar, nogmaals, de juridische vragen die van belang waren en die zeker van invloed waren op de verdere procedure en de uitkomst van die procedure, die juridische vragen zijn niet
beantwoord. Terwijl ze welgesteld zijn geworden. Ja, ja. Kunnen alsnog beantwoord worden? Natuurlijk, dat vragen wij. Ja, en dat moet komen dus. Dat vragen wij ook. Ja. Helemaal. Maar men blijft erbij, Bouterse heeft amnestie. Ja, dat is de simpele benadering. Ja. Omdat het rechtsgevolg van 2012 reeds was ingetreden. Ja. En Bouterse en de overige verdachten toen, die hebben dan door het inroepen van die amnestiewet in het proces door de krijgsraad zelf, die rechtsgevolgen die voortvloeien uit die amnestiewet, die gelden voor Bouterse en de overige verdachten. Want diezelfde amnestiewet heeft toch gezorgd dat het proces werd opgeschort. Ja. En op een gegeven moment hebben termijnen ervoor gezorgd dat er geen beroepsmogelijkheden meer open waren tegen dat besluit, dat opschortingsbesluit. Er waren geen beroepsmogelijkheden meer open. Maar als Bouterse aan de hand van wat u daarnet ook zegt van weet je wat, ik ga me niet aanmelden omdat ik amnestie heb, mm-hmm. dan is dat terecht. Nou, terecht, dat is weer een heel andere benadering. Kijk, we moeten dus de momenten ook wel van elkaar scheiden. Ja. En dat is dus ook tijdens het proces gebeurd, dat men momenten niet van elkaar heeft gescheiden. Men is gewoon rustig doorgegaan. En het moment dat zich nu voordoet, is dat je een vonnis hebt dat in kracht van gewijze is gegaan. En de PG stelt zich op het standpunt, fout of geen fout, ik heb een eindproduct. Ik ga met dat eindproduct werken. Mm-hmm. En dat geeft die PG heeft de bevoegdheid om op basis daarvan verder te gaan. En ze is ook verder gegaan. De procureur-generaal is ook verder gegaan. Ondanks vanaf 2016 ervoor gewaarschuwd werd vanuit haar eigen instituut. Wat we hebben gedaan, we hebben gewoon de procureur-generaal eraan herinnerd wat haar standpunt was in 2016. En op basis van dat standpunt gevraagd hebben, maakt u een pas op de plaats. Mm-hmm. En dat is ons geweigerd. Met als gevolg dat wij nu genoodzaakt zijn bij de hogere instantie die wij hebben geïdentificeerd in het Hof, om het Hof te vragen van je luisteren naar jongens, die belangrijke rechtsvragen zijn niet getoetst, moesten getoetst worden, toetsen nu. Hoe lang kan zo'n proces duren? Wij hopen niet dat het lang duurt, want één, het juridisch belang is groot. De rechtsgevolgen van dat groot juridisch belang zijn even groot. Ja, ja. Dus wij hopen dat op basis van wat wij naar voren hebben gebracht en het rechtsstatelijk denken over het heel gebeuren, dat genoeg aanleiding geeft dat met voortvarendheid hieraan gewerkt wordt. Dat is het enige wat we kunnen hopen. Ja, ja, ja. Tot slot, hoe moeten wij kijken naar de zaak wanneer het gaat om wat jullie hebben ingediend? En tenminste nu een hoger beroep proberen te krijgen. Bij het Hof als beroepsinstantie. Wij hopen dat het Hof ons de ruimte biedt om die rechtsvragen getoetst te krijgen. Ja. Want dat is tot nu toe niet gebeurd. En dat is wat we vragen. Toets dat ding. Laten we kijken wat het antwoord is. Wij kijken ook uit wat het antwoord wordt. Ja. Dank u wel, meneer Dubois. Alsjeblieft, meneer Jarl. Yes, en dat was meneer Merwin Dubois, of meester Merwin Dubois, met wie wij dus dan toch hebben gesproken over het verzoekschrift. En de fouten die gemaakt zijn volgens hun, die hebben ze dus dan die heeft hij natuurlijk duidelijk aangehaald in deze uitzending. En we hebben dus dan een betere uitleg wanneer het gaat om dit vraagstuk. We hopen dat het Hof van Justitie zo snel als mogelijk gaat reageren. Wat het wordt, moeten wij dus dan overlaten aan het Hof. Want uiteindelijk moeten zij het oordeel vellen. Ik ben Gerald Harderwijk, mede namens Roberto Ormskerk. Wij bedanken u voor het willen kijken naar deze live-uitzending. Tot dan.